welkom bij Fem. In de video van vandaag ga ik jullie wat zomerse must-haves laten zien. Het zijn een aantal producten waarvan ik vind dat je ze echt niet mag missen deze zomer. En het zijn gewoon van die typische zomerse producten, maar dan mijn absolute favorieten. Dus kijk mee en dan ga ik ze laten zien. Ik ga beginnen met een aantal lichaamsproducten en gezichtsverzorgingsproducten. Aan het begin van de zomer ben je natuurlijk nog een beetje bleekjes. En duurt het nog even voordat je een beetje een zomerskleurtje hebt. Daarom vind ik het altijd wel fijn om zelf bruiner te gebruiken. Op zich heb ik niks tegen mijn lichte huidskleur. Integendeel, ik ben er heel blij mee. Maar in de zomer of op vakantie vind ik het toch fijn om net een beetje kleur te hebben. Dat je er gewoon iets zomerser uitziet. Daarom gebruik ik altijd zelf bruiner. Ik heb twee favorieten die ik altijd voor mijn gezicht gebruik. Dat zijn deze twee. Deze zijn allebei van Clarins. De eerste is de Liquid Bronze Self Tanning. Deze gebruik je als een soort reinigingsmelk, maar dan doe je hem over je dagcreme heen. En dit is een soort melk die dus zorgt voor een hele geleidelijke bronzing, om het zo maar te zeggen. Vind ik heel erg fijn. Meestal als ik een beetje een bruin kleurtje wil, dan gebruik ik deze zo'n 2-3 dagen achter elkaar. Het liefste breng ik hem 's avonds aan. En dan merk je vanzelf dat je ineens een gebruind huidje krijgt, maar dan toch nog natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk bij zelfbruiner. De andere, dat is ook eentje van Clarins. Dit is de Intense Bronze Self Tanning Tint. Deze gebruik je op dezelfde manier. Je doet hem op een wattenschijfje en je brengt hem over je hele gezicht aan nadat je je dag- of nachtcreme hebt aangebracht. En deze is wat intenser. Dit is ook echt een soort watertje. Ja, ik weet niet of je kunt horen, maar hij is heel erg vloeibaar. En deze die zorgt heel snel voor een gebruinde tint. Zoals je snel een kleurtje wil, je hebt een feestje of wat dan ook, je gaat op vakantie. Dan is deze ook ideaal. Het voordeel van die twee producten is dat je huid er niet vet van wordt. Als je makkelijk puistjes krijgt of wat dan ook, dan gaat dat met die heel erg goed. Voor mijn lichaam ben ik dol op deze. Deze is van Saint-Tropez, de Bronzing Mousse. Dit is een beetje zo'n cultproduct. Heel veel mensen zijn hier dol op. Je ziet heel veel Amerikaanse beautybloggers en Britse beautybloggers zie je deze gebruiken. Deze komt heel gek uit de verpakking. Het is namelijk een mousse. Ik ga het nu niet doen, want dan word ik meteen bruin. Dat is wel niet de bedoeling. En deze kun je gewoon hup op je lichaam aanbrengen. Zorg uiteraard wel dat je eerst goed gescrubt hebt en goed een bodylotion hebt gebruikt. En deze heeft zo'n mooi effect. Hij is helaas wel wat aan de dure kant. En hij is ook niet in de winkel te koop volgens mij. Maar je kunt hem wel online bestellen. Volgens mij heeft ASOS hem en feelunique.com. Als je een wat budgetvriendelijke versie wil, dan heeft L'Oréal hele goede zelfbruiners. En ik heb ook al heel veel goede resultaten gehad met de zelfbruiners van Yves Rocher. Ja, het is bruin, moet je hem natuurlijk ook nog goed verzorgen. Voordat je gaat zelfbruinen, zei ik net al even, is het heel belangrijk om te scrubben. En mijn favoriete zomerscrub is deze. Dit is de Pink Grapefruit Body Scrub van de Body Shop. Oh, ik draai hem even open, want hij is zo lekker. Dit is echt zo'n frisse citrusgeur. En heerlijk. Het fijne van deze is dat hij heel veel fijne korreltjes heeft. Allemaal pitjes, suiker en weet ik het wat er allemaal in zit. Maar dat hij geen vettig laagje achterlaat. En dat is heel erg belangrijk als je een zelfruimer gaat gebruiken. Zorg dat je scrub geen vettig laagje achterlaat. En als je echt een zomers gevoel wil krijgen, ga dan voor deze. In de zomer houd ik niet echt van dikke body butters of hele vette body lotions. Maar vorig jaar heb ik een product ontdekt waar ik zo'n fan van ben. Oh, ik hou hiervan. Dit is echt mijn go-to body lotion in de zomer. Dit is de Vaseline Spray & Go Body Moisturizer. Deze spray zo tschik, op, even smeren, klaar. Zo handig. Deze is met aloe vera en die laat ik nu even in deze video zien. Omdat die namelijk ook nog heel effectief werkt als een soort aftersun. Als je huid een beetje geïrriteerd is, klein beetje verbrand is. Nou, gebruik dan deze en het verkoelt ook meteen. En als het heel warm is, kun je deze in de koelkast zetten. En dan is die extra verkoelend. Heerlijk! Voordat je de zon in gaat, is het heel belangrijk om je in te smeren. Voor het lichaam zijn er talloze zonnebrandproducten beschikbaar. Ik kan er niet zo 1, 2, 3 eentje noemen die ik heel fijn vind. Ik gebruik elk jaar een ander en die vind ik toch wel prima. Probeer er wel eentje te gebruiken waar niet te veel alcohol in zit, want dat vind je huid gewoon niet zo fijn. Maar voor het gezicht is het lastig, maar daar heb ik deze. Die liet ik al eventjes in mijn huidverzorgingsbasics video zien. En dit is de zonnefluïde matterend en niet vet tegen pigmentvlekken voor het gezicht van Bioderma. Ik heb hem nu in mijn handen met SPF 50, maar er is ook nog eentje met SPF 30. Wat deze heel goed doet, is dat hij ervoor zorgt dat je huid goed beschermd wordt, maar dat hij het niet vet maakt. En dat is zo lastig met een zonnebrand voor je gezicht. Nou, deze is fantastisch. Je koopt deze bij Ethos. Hij is ongeveer
15 euro dacht ik, maar Bioderma heeft heel vaak aanbiedingen en dan is hij niet zo heel erg duur. Maar dit is echt een aanrader als je moeite hebt met een goede zonnebrand voor een iets wat vette gecombineerde huid. Voor het gezicht gebruik ik in de zomer ook nog graag een BB cream. Een BB cream is een soort foundation en zonnebrand in één. Niet alle BB creams hebben een zonnefactor, let daar heel goed op. Maar het is zo makkelijk en bovendien geeft een BB cream vaak ook een hele mooie dekking. Ik heb twee favorieten. De eerste is van Dr. Yard. Dit is de Silver Label Rejuvenating BB Cream. Die heb ik trouwens vandaag op mijn gezicht. Ik weet niet of je het kunt zien, maar die heb ik nu op mijn gezicht. Heel fijn. Helaas niet in de winkel te koop, maar wel online. Je hebt een aantal BB Cream shops die dit dus verkopen. Heel fijn. Als je een iets goedkopere versie wil en eentje die je makkelijk in de drogist kunt vinden, dan is dit een grote favoriet. Dit is de Garnier BB Cream voor de gecombineerde tot vette huid. Deze heeft SPF 20 en geeft zo'n mooie dekking. Echt, als je een goede BB Cream zoekt, is dit een hele fijne. Ik ben ook dol op die van Catrice, maar die gaat helaas uit het assortiment. Zul je altijd zien. Zo zonde! In de zomer ben ik altijd dol op oranje en koraalkleurige lipstick. Ik heb vandaag ook weer zo'n tintje op. Een van mijn favorieten, dat is MAC Costa Chic. Dat is deze kleur. En deze heb ik in de vorige video gedragen, volgens mij. Volgens mij was het de vorige video. Ik dacht het wel. En toen kreeg ik al vragen van, hey, welke lipstick is dat? Nou, dat was dus deze. Heel erg mooi. Als je wat meer een budgetversie wil, en die heb ik nu op mijn lippen, is Princess Peach van Catrice. Die komt uit de Ultimate Color serie. Is ook heel erg mooi. Als je koraalkleurige lipstick of oranje lipstick wat te heftig vindt, kun je hem zo lichtjes aanbrengen. Even met je vingers in je lippen deppen. En heb je toch het kleurtje, maar heb je niet meteen dat bam extreme effect. Dat is trouwens ook wat ik vandaag heb gedaan. Dus ik heb hem vrij subtiel op. Maar op die manier heb je toch echt een zomers kleurtje op je lippen. Natuurlijk mogen nagellakken ook niet ontbreken. Jullie kennen me natuurlijk. Ik ben dol op nagellak. Ik heb een aantal zomerse lakjes voor jullie uitgezocht. Als eerste deze van Claire's. Als je hem volgt, dan weet je welke dit is. En dan weet je hoe fantastisch ik hem vind. Dit is de kleur Pastel Neons. En deze koop je dus bij Claire's. Zo'n winkel waar je ook accessoires en dat soort dingen hebt. Super mooie nagellak. Hij is een beetje neonachtig, koraal. Hij blijft heel goed zitten. En het is gewoon een prachtige nagellak. Nog een echte perfecte zomerse kleur voor mij is deze. Dit is Wanna Be Your Sunshine van Essence. Deze gele kleur is zo mooi. Niet elke huidskleur kan geel goed hebben, maar dit is een vrij draagbare tint. Hij is best wel in your face, maar hij is wel heel erg mooi. En hij heeft een heel fijn glansje, waardoor hij een beetje in het zonlicht schittert. Ook heel mooi. En als laatste van Barry M uit de Jelly serie is dit Sugar Apple. En dat is een beetje een mintblauw-groene kleur. Ik denk dat het eerder lichter kwaze is dan mintgroen. Deze is ook al zo mooi. En zo'n tint geeft mij altijd echt zo'n ultiem zomers gevoel. Als laatste nog voor in je haar. En deze heb ik vanochtend even gebruikt. Dit is de André Lon Go For Texture Beach Spray. En die kun je gewoon door je droge of natte haar sprayen. En dat zorgt ervoor dat je net wat meer structuur in je haar hebt. Mijn haar is best wel glad van zichzelf. Het is moeilijk om er echt veel volume in te krijgen. Maar hiermee zit het net even wat luchtiger. Natuurlijk moet je voor de ultieme beach look gewoon het strand op gaan. Maar als je even een makkelijke versie wil die je thuis kunt maken, kun je dit in je haar sprayen. Even, ja, ik heb het nu op vochtig haar gedaan en even droog gefeund. Maar je kunt het ook gewoon hup sprayen, even lekker warrig maken en dan laten opdrogen. En dan heb je toch een klein beetje de beach look. Dit waren mijn ultieme must-have producten voor de zomer. Dit zijn echt favorieten van me, waar ik heel erg dol op ben. Wat zijn jullie must-have producten die je altijd in de zomer gebruikt? Laat het weten bij de comments, want ik wil altijd weer nieuwe dingetjes ontdekken. Heel erg bedankt voor het kijken. Fijne zomer en tot de volgende keer. Doei. Deze video ga ik jullie laten zien hoe je dit schilderij hier achter mij kunt maken. Misschien voor degenen die Gossip Girl kijken.